Ja, Jos, zeg het maar. Wat is jouw verhaal bij deze nederlaag? Ja, balen. Zo, dat is altijd bij nederlaag. Dat is altijd het eerste gevoel. Ja, jongens, zij zijn wel goed hoor. Zij deden wel heel goed. Veel beweging hadden ze. De tweede helft vond ik hun sterker en sterker in de wedstrijd komen. Dan krijgen ze een dreun weer met zo'n penalty, weet je wel. Ja, was het een strafschop? Ja, een strafschop is het als die erop wordt gelegd. Zo simpel is het. Ja. Dus ja, kun je dan zeggen van ja, was het er echt een, was het er niet echt een? Ja, ik weet niet, jongen. Ik baalde er flink van dat hij erop werd gelegd, zeg maar, om zo te zeggen. Ik dacht ook van, je moet ze niet in de gelegenheid brengen, want het is aan de zijkant van het strafschopgebied. Precies zo, dat is ook zo. Kijk, doe dat nou niet. In Engeland zeggen ze, dangle the leg in, weet je wel, dat moet je nooit doen. Ga dan met je lichaam in, doe wat anders, weet ik veel wat. Blijf op je voeten, et cetera, et cetera. Hebben het ook nog over gehad, op je benen blijven, weet je wel, tijdens de week. Ja, dan denk ik van ja, kloten. Net een kut moment. Weet je wel, op een gegeven moment dacht ik van, fuck, we kwamen er op zich wel weer oké in. Ze hadden wel goede kansen, zo simpel is het ook, weet je wel. Maar die gaan er dan ook niet in. En dan dacht ik van, nou, misschien kunnen we dit doorzingen. En dan kregen we de eerste penalty en daarna die tweede goal. Ja, ook ongelukkig. Ik gleed zelf ook weg, jongen. Dat veld is ook zo glad, man. Baal ik ook wel eens van, weet je wel. Dan sta je goed op je voeten en dan ik kan hem kunnen onderscheppen, jongen. En dan kijk je en dan is de stuk veld weer weg. De baal ik wel van. Maar goed. Ja, het is geen schande dat jullie hier verliezen, maar ja, het is er wel weer eentje. En zeker op vreemde bodem, de tiende al op rij. Het veld kan glad zijn, je kunt een penalty weggeven, maar het is wel elke keer en. Ja, ik moet niet gaan zeggen dat we allemaal excuses zoeken, dat is toch onzin. Nee, dat zeg ik ook niet, maar het is wel weer een nederlaag, dat bedoel ik. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens, jong. Dat zeg ik ook net als en als het communicatief is, of het is wat anders, of je moet de strijd erin gooien. Ja, dat heb ik altijd gedaan. Ik ben nooit echt altijd de beste voetballer geweest, zo simpel is het. Ik zeg maar, ik heb wel mijn hele carrière moeten knokken, moeten vechten, moeten rennen en sleuren. En dat doe ik nu nog steeds. En dan heb je wedstrijden, dan gaat het goed. En dan heb je wedstrijden, dan gaat het minder. Zo simpel is het ook. Maar ja, een steentje bijdragen, dat kan ik altijd, denk ik, met de dingen wat je net benoemt. Maar merk je ook dat je echt de jongens echt uit de klei moet halen? Nou ja, wel eerst, weet je wel. Net ook naar die eerste goal. Als het dan zo stil is, weet je wel, dan kijk ik naar voren en dan zie ik het stil. Dan zie ik gelatenheid. En gelatenheid, dat is iets, dat is bij ons de bottleneck. En dat moet eruit. Ja, dat is echt iets wat liefste morgen er al af mag, wat mij betreft. Want dat is iets wat... De passiviteit en dat soort dingen, als wij dat krijgen, dan krijgen we echt de problemen. En dat moet er gewoon uit, klaar. En als dat eruit is, jongen, dan zie je het ook wel dat we kunnen voetballen. Zo simpel is het ook. Die wedstrijd hebben we ook gezien. Bij Vlagen ook wel eens in wedstrijden dat we verloren hebben, dat we goede dingen laten zien. Maar... Ja. Nog één ding. Supporters zeggen dan, is dit team wel klaar om degradatievoetbal te spelen? Ja, je hebt een enkel cliché, zei je net al, maar ja, is dat volgens jou aan de orde? Als we er klaar voor zijn. Ja, is het team ook klaar om degradatievoetbal te spelen? Ja, vechten om echt te knokken? Moet niet vergeten, we hebben, denk ik wel. Ik bedoel, we hebben genoeg kwaliteit. En net wat ik zeg, wat er dus uit moet en wat erin moet, dat ik net verteld. Als dat erin komt, dan krijg je dat gewoon. En dat moet er gewoon even ingeslepen worden. Daar zijn we er klaar voor, Wie is daar klaar voor? Noem eens een team die daar klaar voor is. Ik weet het niet, ik vraag het aan jou. Als je daar klaar voor bent, dan kom je niet in die problemen. Snap je? Dus daar moeten we naar zien te werken.